Yo Nintendo fans! Het is tijd voor Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Ik heb hier zoveel zin in, want ik heb hier zo lang op gewacht. Deel 1 was fantastisch, die kan je ook helemaal zien op mijn kanaal. En we gaan nu kijken wat het tweede deel gaat brengen. We zien in ieder geval allemaal gekke rabbitjes in een heg. Ik kijk daarachter ook in dat schild. En wat zijn ze nou weer aan het doen, jongens? Als jij hier ook heel veel zin in hebt, doe duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, want ik ga deze hele serie waarschijnlijk gewoon weer uploaden op dit kanaal. En we zagen daar Rabbit Mario in het bosje staan of zo. Wat doet hij in de bosjes? Hey. Hallo Peachy. Even mijn Peach stem opzetten hoor. Hallo Mario, Rabbit Peach, Peepo. Ik ben zo blij dat jullie er zijn. Ik denk niet dat ik de stem van Peach mag inspreken in de nieuwe film. De Rabbits zijn vandaag buiten te gewoon uitbundig. Volgens mij gaat dit niet helemaal goed. Laat even in de reacties weten of je wil dat ik deze serie met de stemmetjes van de characters ga doen. Of gewoon met mijn eigen stem. Iemand heeft namelijk Rabbit Mario's overal op een verkeerde plek gelegd. Sta je daarom in de bosjes? Ben je in je... zonder kleding? Hij is hem in ieder geval kwijt en hij durft niet meer uit het bosje te komen waar hij zich heeft verstopt. Oh, als ik die dief te pakken krijg die mij overal heeft gestolen. Waar is die? Hey, Beepo. Kun je alsjeblieft op zoek gaan naar Rabbit Mario's overal? Kijk eens achter de bomen of de bosjes. En Beepo zegt, nou helemaal toppie joh, dat gaan we lekker doen. Kijk, daar zijn we in het prachtige Mushroom Kingdom met het kasteeltje van Peach daar weer achter. Oh, dit wordt weer fantastisch, jongens. Dit wordt weer fantastisch. Ik heb hier zoveel zin in. Hey, kunnen jullie niet even meehelpen te zoeken? En zit je thuis ook op tafel te drinken? Ga ze gewoon netjes op die stoel zitten, hè? Potverdorie, joh. Hey, ze zijn hier lekker aan het badderen. What up, badder Harry? Nou, geniet ervan, joh. Lekker weertje vandaag. Lekker chillen in het water. Ik ga even een boompje schudden. Ja. Ik ben zoekend overal. Ik ben op zoek naar een overal. Hallo, wat zijn jullie daaraan doen, jongens? Wat zijn jullie daaraan het doen? Vertel het eens. Hallo? Wow, yo! Wow, yo! Wat dikke vechtpartij, jongen. Beepo gaat het ook gelijk censureren. Nee, dit gaan we niet, hier gaan we niet naar kijken. Dit is een familievriendelijk kanaal. We kijken niet naar vechtpartijen, jongens. Lekker bezig, Beepo. Yo, what up? What up, Rabbit Luigi en Luigi zelf? Hoe is het met jullie? Die overal is van mij. Kijk maar eens op het label met de maat als je me niet gelooft. Noem je Rabbit Mario nu dik? Of ben je zelf dik? Wie is dikker eigenlijk? Rabbit Mario of Rabbit Luigi? Ik denk zelf Rabbit Mario, jongens. Wie denken jullie? Die is zeker niet van Rabbit Mario, maar er zit wel een luchtje aan. Wai, yo! Luigi flamed Rabbit Luigi. Rabbit Peach heeft gewoon de eigen standbeeld gekregen. Rabbit Peach is een van de beste karakters in videogames ooit. Als jij nooit met Rabbit Peach hebt gespeeld, dan mag je jezelf geen gamer noemen, vind ik. Maar waar is nou die overal? Ik heb overal gezocht. Kijk, jij bent tenminste netjes aan het werk, vriend. Ja, daar mag je trots op zijn. Het ziet er goed uit, jongen. Oh, wow! Die knipt gewoon de andere rabbit in zijn kont. Daarom hou ik zo van deze games. Het is zo grappig. Er zitten zoveel grappige momentjes en dingetjes in. Oh, kijk, daar is denk ik de overal. Ja, ja, ja. In dat glinsterbosje. Sowieso. 1, 2, 3. Ja hoor, daar is die. We hebben hem gevonden. Rabbit Mario, ik heb je overal. Kijk eens aan, vriend. Hier, alsjeblieft. Kom maar uit het bosje. Ja, ik ben er weer klaar voor. Nou, helemaal mooi. Goed om te horen, jongen. Leuk dat je er weer bent. En daar komen de andere makkertjes ook aan. Rabbit Luigi zegt... Oh, je hebt je overal gewonnen, Rabbit Mario. Had ik hem toch ergens anders moeten verstoppen. Oh, dus jij was de boosdoener. Rabbit Luigi had hem gewoon verstopt. Eind goed al goed, zegt Peach. Nu kunnen we rustig van deze mooie dag genieten. Ja, dat is waarschijnlijk voor een klein momentje. Want ik denk dat nu alles fout gaat, want dat werkt gewoon zo. Ja hoor, kijk. Oh, wat komt er? Wow. Een Luma. Oh. Luma is bang. Oh, het is een Rabbit Luma. Ja hoor. Super schattig. Oh, er komen er nog meer. Groene, rode, blauwe. En problemen zo te zien. Ja hoor, ja hoor. Wat is dit nou weer voor monster? Oh nee, hij smeurt heel de kingdom onder. Met goo, inkt, meuk, smurrie. Ik weet niet wat het is, maar... En Rabbit Peach boeit het niet. Die zit gewoon zelf eens met het beest te maken. No! No! Hebben ze Rabbit Peach meegenomen? Ja, maar dat pik ik niet, vriend. Dat pik ik niet. Ik pik niet dat je Rabbit Peach meeneemt. Dat gaat niet gebeuren, vriend. De rabbits die rennen in paniek rond. Die weten niet wat te doen. Maar Peach wel. En Mario ook. Peach en Mario gaan samenwerken. Let's go! Let's go! Jump! Go! Lekker, Beepo.
We zijn er. Oh, wat? We zijn erin. Met de Rabbit Luma. Oh, daar. Daar was Rabbit Peach. Heerlijk geluidje maakte ze weer. Oh, daar gaan we. Van dekking naar dekking. Let's go. Ja, het battlesysteem is ook helemaal veranderd in deze game. Je hebt nu iets meer vrijheid als het goed is. Niet in paniek raken, Rabbit Peach. We wandelen gewoon rustig over de rug van het vliegende wezen. Dan zijn we binnen no time bij je. Maar er zijn wel vijanden. Oké, we moeten van dekking naar dekking en dan aanvallen. Zoek dekking om je held te beschermen tegen vijanden. Als je in dekking bent, kun je op de vijanden richten met ZL en ze raken terwijl je zelf beschermd blijft. Oké, let's go. Zo. En dan ZL. En dan de dubbelzapper. Bevestig het eerste doelwit om een tweede te selecteren. Oh, oh, ik kan twee vijanden schieten. Lekker. Piem. En nog een keer. Bam. Lekker hoor. Ze zijn allebei bijna kapot. Maar ze leven nog wel. Zij gaan ook dekking zoeken. Achter de... Ja, maar jij gaat mij niet raken. Jij gaat me niet raken, vriend. Ik sta beschermd. Ja, nu staan jullie ook beschermd. Dat is wel een beetje jammer. Jij gaat me ook niet raken. Oh, maar mijn blok is wel kapot nu. Oké, ik ga hier. We gaan eerst deze papi raken. Die andere gaan we niet raken. Hotsevlot, die eerste is kapot, maar die tweede niet. Die tweede die is hier achter dit blok aan het chillen. Die gaat mij ook niet raken. We moeten nu naar Rabbit Peach toe. Let's go, we gaan Rabbit Peach redden. Het is gelukt. Ik zeg toch, jij neemt Rabbit Peach niet zomaar mee, vriend. Lekker Mario. Waar vliegen ze naartoe? Oh, oh. Ja, lekker! Oh, dit was allemaal de bedoeling, zeker, hè? Gaat ze gelijk stoer doen? Daar is ze. Daar is ze met een wapen. Oh, is mijn wapen kapot? Rabbit Peach wapen is ook kapot. Oh, maar dit is niet chill. Dit is niet chill, jongens. Vernietig pijlstaart zwaktes. Maar onze wapens zijn kapot. En dat komt door kwaadaardige energie, blijkbaar. Maar goed, we kunnen nog steeds tackelen, natuurlijk. Kunnen we dit ei tackelen? Oh, we kunnen die eieren gooien in hun ogen. Oh, we moeten hem eerst oppakken. En dan hier staan. En dan gooien op zijn oog, jongen. Lekker. Oké, en nu Mario. Let's go. Tackle! Oppakken die handel. Dan gaan we hem hierop gooien. Wat ze flots. Oké, ik geef de tegenstander de beurt. Wat ga je doen dan, jongen? Wat ga je doen dan? Helemaal niks ga jij doen, vriend. Oké, we moeten nu naar de overkant. Daar en dan team jump maken. En tijdens een team jump kan je vrij bewegen in de lucht. Oh, cool. Oké, we zetten Mario hier neer. En dan knallen we Peach daar naartoe. En dan gaan we een teamspronkie maken. Let's go! Heel nice. Tackelen. Eitje pakken en erop gooien. Hotsevlots, lekker. Alleen, Rabbit Peach staat nu aan de verkeerde kant. Maar dat maakt niet uit, want we hebben blijkbaar toch al gewonnen. Lekker. En dit monster, dit gaat naar beneden, jongen. Heel nice. Of niet? Paniek. Oh, lekker Mario. Helemaal geen paniek bij Mario. En ja, voor Rabbit Peach maakt het niet uit. Die staat toch altijd wel weer op. Nice. Maar wel een beetje veel vijanden hier. Hebben we nou mijn wapens weer terug? Ja. Kijk, we kunnen iedereen weer kapot schieten. Oh. Maar Rabbit Peach nog niet. Die doet het dan niet. Oh? Oh? Oh, dat is handig. Dat is handig. Lekker. Oh, die van Mario deed het ook nog niet. Maar nu wel. Of zijn dit nu superwapens? Zijn ze opgeladen of zo? Schot in de duistermis. Versla iedereen. Kijk, de wapens werken weer. Als de vijand dus in dekking is, dan heb je 50% kans om hem te raken. Maar sommige wapens kunnen die dekking omzeilen. En je moet altijd eerst dekking zoeken en daarna kan je gaan schieten. Oké, is goed. Ik ga eerst dekking zoeken en daarna gaan we schieten. Pak hem, Rabbit Peach. Lekker. Oh, hij is ook gelijk helemaal kapot. Oké, ik ga hier dekking zoeken. We gaan proberen deze guys te schieten hier zo. Let's go. Piem, piem, piem. Oh, we raken ze gewoon allebei. Lekker hoor. Maar ze leven nog wel. Maar ze gaan mij niet raken. Want ik sta achter volledige dekking. Alleen nu is het blokje weg. Maar maakt niet uit. Ga ik gewoon lekker hier staan. En dan gaan we ze proberen vanaf hier te schieten. We raken er eentje. Ja, Rabbit Peach kan lekker die andere pakken. Hotsevlot, let's go. Dit wapen van Rabbit Peach is super chill. Want dat gaat gewoon zo omhoog en dan kan je ze van bovenaf schieten. Heel nice. Maar we hebben nog wel even te maken met deze gekke... Wat is het eigenlijk? En we gaan er gewoon weer naartoe. Zie ik daar nou Goombas? Wat gebeurt er? Wat is dit dan? Wat is dit? No! Wat? Ja, dat denkt Mario ook. Jeetje, wat een vijand.
Oh. Of niet? Zullen we samenwerken, Goomba's? Oh, laat je niet hypnotiseren door dat oog. Laat je niet hypnotiseren door dat oog. Jawel, hè. Jullie laten het wel gebeuren. Nee! Hals over kop. Het onbekende tegemoet. Versla weer iedereen. Ik denk dat we gewoon op die Goombas moeten springen. Dat afschuwelijke monster is Gizela. We zijn haar ontsnapt, maar ze blijft achter ons aankomen. Galaxar, dat is hoe de Luma heet, die zegt... Ik kan Mario de vaardigheid geven om zijn aanvallen te verbeteren. En dat heeft hetzelfde effect op zijn vrienden. Ieder karakter heeft zijn eigen techniek ook nog die je helpt. Kijk, nu kunnen we aanvallen kiezen. Je kan twee acties kiezen en daarbij kan je hem ook nog tackelen. Dus we gaan al deze Goombas gewoon tackelen. Lekker dit. Dan gaan we schuilen. En dan gaan we deze guy schieten. En die gaan we ook gelijk even slopen. Hotseflots, wegwezen jij. Van jou hebben we geen last meer. En ik ga de Luma inzetten, want dan doen we 20% meer schade blijkbaar. Nice. Kijk, hoppakee. Dan ga ik nu een teamsprong doen. Gaan we lekker vliegen. En dan kom ik hier neer. Dan ga ik deze drie makkers tackelen. En dan ga ik hem daar kapot schieten. Lekker. Oké, ik zou nog kunnen healen ook, maar de gezondheid is al vol, dus dat is niet nodig. Oké, ik geef de tegenstander de beurt. Ik hoop eigenlijk dat... Ja, zij kunnen mij wel raken. Oh, dat is niet best, hè? Dat is niet best gespeeld. Maar jij gaat mij niet raken. Lekker. En jij? Jij gaat me... Waar ga jij helemaal naartoe? Oké, prima, joh. Ja, oké, jij raakt me ook niet. Zo ga ik jullie kapot tackelen. En dan gaan we jou schieten, jongen. Hotseflatsie. Die is ook weg. Kan ik ook nog healen? Ah, joh, kan ook nog healen. Oh, dit ziet er vet uit, jongens. Dit ziet er vet uit. Kijk. Kijk. Teamsprong, hype. Ik wil verder. Lekker. Ja, nice. Kan ik hem tackelen? Of kan ik hem nou net niet tackelen? Nou ja, maakt niet uit, want ik kan hem sowieso kapot schieten. En dan is hij weg. Oké, hoppakee. Gevecht voltooid, muntjes erbij, alles. Maar nu. Wat gebeurt er nu? Nee, je gaat mij niet hypnotiseren, vriend. Jij hebt niet die krachten op mij. Dat gaat je niet lukken. Wie is daar? In zijn super spaceship. Ja. Het is een Rabbit Mario. Lekker gedaan, jongen. Doei. Mazzel. We gaan er weer vandoor. Nee, blijf van me af. Faalhaas. Lekker voor je. Dat was het, jongen. Ik ga hem vast nog een keertje tegenkomen, denk ik. We zijn aan boord van het ruimteschip. En daar ontmoeten we Genie. En wat hier allemaal in dit ruimteschip gaat gebeuren... dat ga je zien in de volgende aflevering. Dus als je dat wil zien, vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan, duimpjes omhoog. Kom op, laten we proberen die 1000 duimpjes weer te fixen. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende. Mazzel!